Mijn naam is Sander van der Laan, ik ben 45 jaar oud en ik ben de CEO van Albert Heijn. Helaas ben ik mijn vader een aantal jaren geleden verloren aan kanker en ook mijn schoonvader. Dus in mijn gezin zijn beide opa's zijn er helaas al een aantal jaren niet meer. En op veel te vroege leeftijd zijn die gestorven. Dus kanker heeft ons wel wat dat betreft geraakt. Dus ik step mij in om fondsen te verwerven voor kanker en kankeronderzoek voor de VU. En in die hoedanigheid wil ik graag meelopen bij de marathon om geld op te halen voor het nobele doel. Wat ik leuk vind is, ik heb zelf een aantal jaren in Amsterdam gewoond. Dus je begint op een plek die ik herken, Olympisch Stadion. En uiteindelijk loop je door een groot deel van de stad, waarin je toch veel plekken herkent. Je loopt met heel veel mensen. Dat is leuk. Ja, en ik vind het binnenlopen in het Olympisch Stadion, zoals ik dat vorig jaar beleefde, dat is wel een mooie zeg maar, belevenis. Dus dat wil ik nog een keer meemaken. En wat je niet moet doen, dat heb ik een keer gedaan, is 's ochtends nog te veel eten. Dus je moet in ieder geval zorgen dat je wel gegeten hebt, maar niet een te opgeblazen maag. Want dat loopt een beetje lastig. Vorig jaar was bij mij kwam de wol na 12 kilometer al, want ik was veel te snel van start gegaan. En na 12 kilometer lag ik op zo'n snel schema dat het even lastig was. En de laatste 5 kilometer, met name door het Vondelpark, was het wel even zwaar. Ik ben niet gestopt, maar het ging wel steeds langzamer. En toen ik in de buurt van het stadion kwam, toen dacht ik, nou, nog even doorbijten en dan ben je er. Ik wil iedereen die meeloopt, net mij meeloopt, tijdens de halve of de hele marathon in Amsterdam in oktober, van harte uitdagen om een gezamenlijke fantastische prestatie neer te zetten. En ik hoop dat er vele mensen met mij meelopen om het goede doel, in dit geval het doel waar ik zelf dan voor loop, VUMC CCA, te ondersteunen. Succes en ik hoop jullie tegen te komen.